Hallo allemaal, opnieuw weer drie karaktereigenschappen. Een belangrijke tekst erbij is Psalm 90, vers 12, waar staat: Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat wij wijze mensen worden. De clip was van Scott Williams, die heel praktisch kijkt naar doeltreffend zijn, dat het belangrijk is om een tijdsplanning te maken. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, in de tekst staat dat we blij moeten zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden. En hoe kunnen we dan wijze mensen worden? Door wijs, verstandig met onze tijd om te gaan. Om nou te voorkomen dat we veel tijd verspillen, is het belangrijk om doelgericht te zijn. Want als ik gericht ben op mijn doel, dan zal ik ook doeltreffend zijn. Net als een voetballer die alleen maar doeltreffend zal zijn, letterlijk doeltreffend, de bal in het doel schietend, als hij ook echt gericht is op dat doel. Om echt wijs te kunnen worden, moeten we dus ook prioriteiten stellen. Wat is voor ons belangrijk? En ook op welke volgorde? Nou, de volgende top 3 is belangrijk om voor ogen te houden. Misschien heb je hem wel vaker gehoord. Eerst God, dan het gezin, of de familie waar je deel van uitmaakt, en vervolgens de rest. Dus God, gezin en de rest. Maar hoe komt het dat de rest zo vaak bij ons bovenaan staat, boven God? Wat kunnen dat dan voor dingen zijn? Nou, denk eens bij na als je 's morgens opstaat wat je dan als eerste doet. Misschien staat je telefoon al aan, dat je daardoor gewekt bent. Dan is de neiging best wel groot om eerst al je appjes te checken. En dat je daarna misschien nog even lekker doorslaapt. Of dat je misschien al nadenkt over de dag, maar misschien maak je daar wat druk over en lig je dus te piekeren. Nou, wat is dan erg belangrijk? Dat je allereerst je focus op God hebt op het moment dat je wakker wordt. Dat je eerst Hem gaat danken voor de nieuwe dag. Dat je alles wat je nodig hebt bij Hem zoekt. Dus nogmaals, daarom belangrijk om eerst God te zoeken, dan er voor je gezin te zijn of voor je familie of vrienden en dan de rest. En als je Hem gezocht hebt 's morgens vroeg, vraag Hem daarna om je te willen helpen met de planning van je dag. Het is ook goed om wat verder te kijken en dan eigenlijk een jaar in vieren te delen, in 4 kwartalen. En werk dan ook elk kwartaal steeds af. Om het concreet te maken, maak eens 3 lijstjes. Eerste lijstje. Wat moet ik minder of helemaal niet gaan doen? Tweede lijstje. Wat kan ik zelf doen? Derde lijstje. Wat moet ik aan anderen overlaten? Delegeren dus. Nou, als je eerste lijstje af is, dan kun je aan de hand van die andere 2 lijstjes een concrete planning gaan maken. En werk die planning dan ook per dag, per week, per maand en uiteindelijk per kwartaal ook af. Maar alles valt of staat met God op nummer 1 te zetten. Dan komt je leven nog beter op de rails. Een mooie slogan die erbij hoort: Ik ben overtuigend als mensen Jezus in mij zien en zich voor Hem zullen buigen. Als wij zo vol zijn van de Heer Jezus, dan zullen mensen gaan veranderen. Dan zullen ze namelijk overtuigd raken van de goedheid van de Heer. De clip was van Michael Cigarelli. Hij zegt dat overtuigend zijn een bepaalde manier van invloed uitoefenen is. Overtuigen is iemand met bewijzen overhalen om jouw visie te willen delen. En het gaat niet gebeuren omdat jij zo goed kan kletsen, maar daar hebben we echt de Heilige Geest voor nodig om anderen te overtuigen van de waarheid van God en van zijn woord. En daarbij zijn 3 principes van groot belang. Allereerst dat je God er natuurlijk bij betrekt, door het gebed, door Hem te zoeken. Ten tweede, om zelf aantrekkelijk te zijn, dat je de liefde van Jezus uit mag stralen. Dat je goed realiseert wie je eigenlijk voor je hebt. Wat is het voor type persoon? Conclusie, betrek God erbij, bid voor verandering en geloof ook dat het kan. Dan zullen er mensen zijn die jouw voorbeeld willen volgen. En waar moet je dan op letten? 1. Dat je consequent bent. 2. Dat je vriendelijk bent. 3. Dat je bescheiden bent. 4. Dat je betrouwbaar bent. En 5. Dat je betrokken bent. Wie heb je voor je? Je kunt pas iemand gaan beïnvloeden als je iemand goed kent. Dus, wees een vriend van God en een makker voor mensen. We zijn standvastig als we vaststaan in de principes die we hebben. De clip was van Ann Kurth en wat vertelde ze?
Standvastig zijn betekent dat je een vaste koers volgt en een duidelijke richting uitgaat. Nogmaals, standvastig zijn komt dus neer op het volgen van je principes. En dat betekent dus dat je niet met alle winden meewaait. Jezus vraagt om radicale keuzes. In Lucas 9, vers 61 en 62 geven mensen aan de Heer Jezus dat ze hem wel willen volgen, maar dat ze eerst andere dingen moeten doen. En Jezus stelt hen heel duidelijk dat als je nog steeds bezig bent met je verleden of je bezit of wat dan ook, je nog steeds ongeschikt bent om hen te volgen. Als Jezus jou vraagt om hen te volgen, dan is dat een uitnodiging om maar één richting uit te gaan. Je moet dus een duidelijke keuze maken waardoor je op koers blijft. Wil je hem misschien niet volgen, omdat het misschien niet snel genoeg gaat naar jouw zin? Of omdat het misschien wel heel erg moeilijk kan gaan worden? Weet dat je hem kunt vertrouwen. Blijf hem lijnrecht volgen. En wie weet waar je uitkomt. Laat je verrassen door de Heer.